Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering van Sweet Lake Fishing. Ik ben vandaag met Amber en wij gaan samen op baars vissen. Nou, dat gaan we op een hele bijzondere manier doen. Ik ga uitleg geven over de twitchbait. En daarnaast gaat Amber vissen met de worm en de dobber. Nou, de tactiek die wij gaan toepassen is, ik trek de schoolbaarzen met de twitchbait naar de dobber toe. En zo zorgen wij ervoor dat we allebei gaan vangen. Flinke school achteraan. Echt heel erg vet. Ja, en die twitchbait die levert gewoon vis op. Heel erg cool. Gebouwd ook. Ja, en zo zie je de kanalen met de twitchbait op de kruggetjes. Ja, de obstakels op zoek. Ja, het werkt dan fantastisch. Nou eenmaal die school gevonden, ja, dan vang je daar gewoon een hoop vis. Nog steeds komt er heel veel achter de aasjes aan, achter de twitchbait. Dus we zijn hier ook voorlopig nog niet klaar. En ja, weer een prachtig baarsje. Deze gaat lekker terug en dan gaan we kijken of we er nog een kunnen vangen. Nou, en daar gaat hij dan. Op naar de volgende. Nou, voordat we verder gaan met de video, gaan we misschien wel het allerleukste onderdeel van onze video's even doornemen. Namelijk jullie ingezonden visfoto's. Nou, de eerste foto die ik ga doornemen is van Jorik Wielstra. Nou, een prachtig snoekje, prachtige achtergrond, mooie pose. Ik zie een kielgreep. Ja, fantastisch. Hele mooie foto en heel goed gedaan. De volgende foto die we gaan doornemen is van Ilmer VD. Nou, een prachtig klein snoekje, heel mooi donker gekleurd. Ja, een prachtige pose weer, een goede achtergrond. Ja, deze foto is top. Prachtig. Heel goed gedaan en blijf zeker zo doorgaan. De volgende foto die we gaan doornemen is van Fishing RZ. Nou, een prachtige spiegelkarper. Ja, en wat een bak. Geweldig. Ja, en ik vind het ook mooi dat je niet in de camera kijkt. Dat geeft toch net weer even een ander effect aan je foto's. Ja, prachtig. En blijf ze vangen, hè? Top gedaan. En de laatste foto die we gaan doornemen is van MS Fishing NL. Nou, een prachtig snoekie. Ik lees hier dat hij 80 centimeter is. Ja, en dat zijn natuurlijk de topvangsten. Heel mooi gedaan en ga zeker zo door. En dan gaan we nu weer door naar de video. Thank you.
blijft dit de ultieme sportvis. De ene keer wat groter, de andere keer kleiner. Maar ze blijven gewoon fel. Harde tik op de top. Ja, ik hou ervan. En ja, ik vind ze gewoon fantastisch. Geweldig. Nou, daar gaat hij weer. Nou, dan zijn we aangekomen bij de techniekuitleg. Ik heb hier allerlei aasjes voor me. Drijvende twitch baits, suspending twitch baits en zinkende twitch baits. Ik heb een vaas. Ik ga even laten zien wat nou wat doet. Ik heb hier een Rapala X-Rep Countdown 7. Dit is een zinkende twitch bait. Wordt gebruikt om op de bodem te vissen. Nou, en zoals je ziet, die zinkt gewoon als een baksteen. Spreekt voor zichzelf, voor wat dieper water wil je goed over de bodem vissen. Geschikt voor snoekbaars en de baarzen die diep leggen. En ja, je wil er ook af en toe wel eens een snoekje op klappen. Dan gaan we naar eigenlijk de meest interessante van allemaal. De suspending. Nou, laat ik er even één pakken. Deze. Nou, deze wordt ook veel gebruikt in de video. Nou, wat dus bijzonder is aan de suspending, is dat je deze kan laten stilhangen in het water. Nou, ik gooi hem even in het glas. En zoals je ziet, blijft hij stilhangen. Nou, hij zinkt langzaam, maar dat maakt verder niet zo heel veel uit. Nou, en dit is nou gewoon echt wat je wil. Hè? Je kan deze stil laten hangen, je kan hem agressief vissen, je kan hem in één keer laten stoppen. Ja, en deze levert gewoon heel veel vis op. Is ook geschikt voor heel veel wateren. En zeker voor de baars. Dan hebben we er nog een. Nou, dit is een Spro Power Catcher. Dit is een drijvende, zoals je ziet. Deze drijft heel geschikt voor ondiep water. Geschikt voor roofblij. Baarzen die hoog liggen. Ja, en eigenlijk al deze drie mogen niet ontbreken in je tacklebox. Dan gaan we over naar de onderlijnen. Nou, over het algemeen gebruik ik 30/100ste fluorcarbon. Deze bind ik direct aan mijn hoofdlijn vast. En ik gebruik een fluorcarbon clipje om mijn aasje eraan te bevestigen. Nou, mocht er nou heel veel snoek in het water zitten, raad ik aan om een staaldraadje te gebruiken. Dit is een 5 kilo staaldraadje. Nou, deze is heel erg flexibel. Nou ja, dit zorgt er dus voor dat je toch op snoek kan vissen, dat je snoek kan vangen als bijvangst en dat toch je lijn niet doorgebeten wordt. Eigenlijk heel erg belangrijk, want niemand wil natuurlijk dat je aasje bij een snoek in zijn bek belandt en dat die wegzwemt. Nou, verder ga ik over naar de hengel. Ik gebruik over het algemeen een hengel tot 15 gram. Wat is belangrijk aan de hengel? Een strakke blank en een gevoelige top. Nou, wil je nou met wat zwaardere twitch baits vissen, kan je een hengel pakken tot 21 gram en zelfs tot 30 gram. Het is net afhankelijk wat voor twitch baits je gebruikt. Tot 15 gram kan ik makkelijk twitch baits tot 8 gram mee vissen en, of tot 8 centimeter. En deze jongens van 10 centimeter lukken ook nog wel. Al raad ik daar wel een iets zwaardere hengel voor aan. En verder gaan we het nog even hebben over de techniek. Ik pak even de hengel erbij. Nou, wat belangrijk is, is bij je twitchen dat je je hengel niet te krampachtig vastpakt. Hou hem lekker licht vast. En twitch vanuit je pols. Ik zie regelmatig mensen met een strakke arm twitchen. Nou, dat is gewoon niet goed voor je gewrichten. En dat hou je gewoon niet lang vol. Dus probeer het echt vanuit je pols te doen. Want het is ook gewoon het meest effectief. En je houdt het gewoon heel lang vol.
Nou, dan gaan we even naar de molen. Ik gebruik een 2000 molentje. In principe is elke molen gewoon geschikt. 2500 is toch wel het max, denk ik. Daarop heb ik een 1000ste lijntje. Dat is natuurlijk persoonsgebonden. Het kan lager, het kan wat hoger. Maar dat is natuurlijk gewoon een persoonlijke kwestie. Verder was dit de techniek uitleg. Nou, je ziet het, heel veel soorten twitch baits, onderlijnkeuzes en hengelkeuzes. En kies vooral voor wat bij jou past en wat je goed vindt vissen. En dan gaan we nu verder met de video. Nou, daar komen we voor. Super dikke baars. Geweldig dit. Ja, echt heel mooi. Op de twitch bait. Ja, laat gewoon zien hoe effectief die is. Blij mee. Ik zag de school erachteraan komen. Ik koos ervoor om hem even stil te laten hangen. Dus zeg maar de suspending action in te zetten. En ik gaf hem twee hele kleine tikjes. Ja, deze rakker die klapte gewoon op. Ja, fantastisch. Ja, echt heel vet. Nou, ik ga hem even meten. Even een mooie foto maken. En dan wacht weer te water. Nou, we hebben er nog één. Prachtige dikke baars. Ja, en dit laat ook weer zien, hè. Als je ze nou helemaal gevonden hebt, ja, dan blijf je gewoon harken. Blij mee.
fantastisch. Ja, we gaan hem even meten. En dan mag deze ook weer te water. Dan gaan we kijken of we nog een mooie baars kunnen vangen. Ja, echt heel tof. De twitchbait. Ja, het blijft gewoon hartstikke leuk. Heel effectief op het moment. Ja, prachtig. Nou, daar gaat hij weer. En daar is hij. Nou, we zijn aangekomen aan het eind van de video. Maar ik heb natuurlijk nog een leuke prijsvraag voor jullie. En die prijsvraag luidt: hoeveel baarzen heb ik gevangen in deze video? Nou, en wat kan je winnen? Ik heb hier twee Rapala X-Raps van 6 centimeter. Zijn alle baarzen in de video opgevangen. En ja, die ga ik natuurlijk weggeven aan de winnaar. Nou, wat moet je doen? Je moet abonneren op ons kanaal. Even de video liken. En het antwoord op de vraag zet je onder in de comments. En wie weet ben jij de grote winnaar.